De bronsttijd is begonnen en dus zijn hele volksstammen uitgelopen om te kijken naar geile hertjes. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. En dit zou dan de vrouwtjes moeten aantrekken. Ja, maar dan moet ik eerst nog eventjes mijn eigen onderpies in door de pies rollen, want doet de hert ook. Die vrouwtjes vinden dat dan sexy. Nee, die vrouwtjes die trekken zich er werkelijk helemaal niks van aan. Waarom doen die mannetjes het dan? Ja, hé, maar waarom sloof jij je uit? En dat mannetje die probeert zoveel mogelijk wijfies te krijgen. Hè? Maar die heeft de druk. En dan valt hij 35 kilo af. Serieus? Wat je moet doen. Ja. Holy fuck. Ja. Er zit verschil tussen de mannetjes zetten. Ja. Ik zie dat ook wel. De een is mooier als de ander. Dat is net zoals bij jullie. Jij bent mooier als hem bijvoorbeeld. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mijn cameraman. Hebt u ze al zien wippen? Nee. Oh, dat is wel jammer. Waarom? Nou, daar kom je toch een beetje voor? Ik kom niet voor wippen. Ja, wel. Nee. Waar kom je dan voor? Gweien. Ik vind gewoon oogcontact het mooiste wat er is. Ik heb zelf vier. Dat heeft niks met die herten te maken. Nee, maar gewoon... Omdat we het over paren hebben en over... Met je begint elke keer weer over seks en over paren. Ja, maar ja, zo ben ik gewoon. Zo zit ik in elkaar, hè. Ja, dus die hertenwereld waarin er wordt afgeneukt, dat staat u wel heel dichtbij. Ja. Kunt u het wippen en dan maakt u foto's. Film. Film. Ja. En dan zit u dat op YouPorn? Nee, alleen voor mezelf. Vrouwelo, bent u het zat, al die scheidherten? Die mensen zijn zo geobsedeerd daardoor. Mijn hertenfetischisten. Oh ja, ik vind het echt... Ver buiten proporties dit. Ik ben erg op mannen gesteld. Ja. Maar wel meerdere mannen? Soms. Ik kan... Ja, waarom niet? Je bent ook een soort hert. Nou, ik ben gewoon een hinde natuurlijk. Een hinde. Ik wens je een fijne dag. Nou, veel plezier. Dankjewel. En wippen jullie ook maar lekker, hè?